Maar nee? What the fuck? Dit is gewoon niet aardig. Het is zover, mensen. Ik ben hier met... Sophie Meelzing. Ja! Je had het goed. Ja, maar het is... Oké, je mag kiezen. Ze hebben dan... Een seconde regel. Ze hebben dan wel op de grond gelegen, maar ik dacht, fuck it. Ik was laatst een video aan het maken met Bibi en toen zei ze, heb je hem wel gewassen? Toen dacht ik, nee. Lekker. Goed, de kop is eraf. Mensen, vandaag gaan we iets onwijs speciaals doen. Namelijk, ik ga wederom, zoals altijd, op Tinder. Niet als mezelf, niet als mijn vriendin, niet als Monica, maar als Sophie. Wat dacht je? Ik heb in een video gezegd dat ik je zou doen, dus dan moet het maar. Ja, goede paprika. Maar, ja? Mocht je als YouTuber afvragen hoe ik het voor elkaar krijg om altijd video's te maken met mensen, paprika is het geheim. Kijk ze smullen. Nee, ik ga op Tinder. Pa-pra-pradakra. Ik heb een Tinder-accountje aangemaakt, speciaal voor jou. Yay. We zijn zover. Wat gaat er door je heen? Jij hebt wel getinderd. Je bent ook gewoon een single. Kijk, toen ik het met Monica deed, een beetje lastig. Toen ik het met Nina deed, was het een beetje lastig. Jij kan gewoon een dude hier aan overhouden. Het zou kunnen. Waarom sta je dan niet te springen van enthousiasme? Nou ja, weet je wat het is? Ik kan gewoon niet goed gesprek onderhouden. Maar daar ben ik voor. Snap je? Dus daarom ben ik blij dat we nu eindelijk zover tot dit punt gekomen zijn. Je hebt je Tinder-profieltje. Ik heb wat foto's van je Instagram gehaald. Dit ben jij in je clubavond. Je natuurlijke habitat. Hier ben je lekker... lekker zwoel. Hier ben je wederom. Aan het drinken. Is dat je vriend? En jouw laatste van dit ken dit, nou dat is toch lief. Miami, wat goed dat je voor deze bij hebt gezet, anders denken mensen, oh dit is weer zo'n typische alcoholist. Oké, we weten allemaal natuurlijk hoe het werkt. Nee, er zijn niet echt regels. Hier kan ik op oh, daar moet ik niet swipen. Het shirt is sowieso een nee. Waarom? Heb je zo'n shirt? Burn it. Ik heb het niet. Het is een overhaaste conclusie verder, dat waardeer ik niet. Zie je, daar ben ik nog single. Nee, maar ik ben het wel met je eens. Zeg maar niks tegen de Zeeuw. Zet even die voetballer. Niks tegen hun, weet je? Ik bedoel... Naar baller. Van bal. Bal. Leslie, heeft hij jou nou gesuperliked? Oh. Hij heeft je gesuperliked! Ja, ik vind Leslie wel leuk, maar Leslie is 18. Mijn broertje is bijna 18. Ik kan gewoon niet werken. Jawel, kan wel. Hoe oud ben jij dan? 19. What the fuck is the problem, Sophie? Als jij 50 bent, is hij 49. Dan kan het wel. 18, het is nog middelbare school. Ik ga van lijken. Doe maar. Ja, mensen! En we hebben Bee. We hebben een jonge man, Leslie. Ja, Leslie, ik vind het echt een super leuke foto. Daarom. En hij is een jaartje duur. Boeien? Ja. Oké. Ja, dit vind ik ook weer zo ingewikkeld. Oh, dat zijn drie mannen. Waarom? Waarom drie tegelijk? Wat? Dat is een beetje te veel, jongens. Dat kan niet. Deze doet het met z'n drie op één Tinder-account. Hoe dan? Hoor, op zoek naar drie vrouwen die ook op één Tinder-account zitten. Matteo, hij kijkt alsof hij echt een dame nodig heeft in zijn leven. En die dame kan jij zijn. Ja, maar ik denk niet dat hij een dame zoals ik nodig heeft in zijn leven. Arthur staat op de foto met Leeuw Kleine. Dit is hem. Ook weer zo typisch zo lekker bij een treinstation. Nou, Arthur ziet er goed uit, maar ik niet helemaal met elkaar. Nee? Dan kan ik ook super lijken. Kunnen we dat? Of is dat niet toegestaan? Ja, you make the rules. Oké, maar kan dat? Zeg maar, ik heb het nog nooit gedaan. Wouter, mag ik voor je beslissen? Ja. Fuck Wouter. Het zijn weer vier guys. Ja, maar dit is dat wij gaan uitding of zo. Dat is gewoon, dan ga je met een groep. Fuck dat. Devin. Ja, leuk hoedje. Dat vind ik dus ook. Maar nee? What the fuck? Dit is gewoon niet aardig. Dat is je fucking positief over. Ik heb bindingsangst, laat me. Oké, nee, maar je hoeft niet meteen te trouwen met deze jongens. Dit heet gewoon praten. Ook nog digitaal praten via mij. Oké, we gaan deze dan liken bij deze. Super like. Lol, ik heb nog een super like. Lol. Die gast van 25 ziet nu gewoon. Dat ik een bloedgeil vind. Ja. Yes, ik ben met. Ik ga even op mijn like. Nee, volgens mij ken ik deze. Echt? 6 kilometer zo mee. Nou, doe maar niet liken, want het is heel ongemakkelijk. En echt, is weer heel. Jij bent zelf 19. Jij zoekt gewoon een man van 30 die veel. Wat? Nee. 20. Dat is ook jong. Mag ik alsjeblieft iedereen liken? Ja, oké, dat mag. Maar behalve als ze aan de UvA studeren of als ze 5 kilometer uit de buurt zijn. Je hebt een mes met een 30-jarige man. Yes, kijk, dat is nou helemaal. Ja, dat wil je. Send message. Ja, dat wordt hem nou net niet. Giel, like. Hij is ook 19. Lekker, Sof. Je bent lekker bezig. Leroy, 18. Match. Lekker wijfie. Loni, 24. Geen match. Jawel, match. Yes. Philip, 21. Nee, dat was een UvA. Oh, dat je super like heeft teruggemaakt. Laurens, ja tuurlijk, hij is 19, gewoon helemaal juist. Hey! Danny, 60. Hey! Deze man heet ik. Dat kan toch niet? Hij heeft wel een mooie poes. Lekker motorrijden, poppen, sportschool, koesie. Hij heeft wel alles gewoon in drie foto's gedaan van zijn leven. Ja. Klinkt als super like. Yes! Stop it!
it! Ik vind het altijd wel ongeveer tijd is om niemand praat ook tegen je. I hate to bring it to you. Als je nou zou mogen kiezen, met wie zou je een geweldig mooi gesprekje aan willen gaan? Met Leslie bijvoorbeeld? Met Ramon. Zeker? Ja. Zeg Ramon, hoe is het er nou mee? Ramon, hoe gaat die nou dan? Ramon, hoe gaat het nou dan? Waar is de interpunctie? Waar zijn de komma's? Waar zijn de punten? Komma's en punten zijn geil. Wow! Nee, dat ik deed expres een beetje gekkig voor de fathoek. Haha, fathoek. Mannen liggen voor de oprapen. Leslie. Nee! Nee. Ja, we hebben iemand heeft gepraat. Iemand. Hi Sophie, dit is Fatty. Hij is van de fathoek, is hij. Hi. Maar. Fatty, dat wordt het. Ja, ik snap. Die houden erin. Maar dit is de droom van denk ik heel veel mannen op maar misschien Tinder. Denk je dat hij dat ik hem een dickpic ga sturen. Nee, zo stom is hij. Maar, zeg maar, dat is volgens mij wat de oude man zo graag wil. Oké, je hebt een openingszin. Damn. Je hebt een openingszin. Bitch. Hey, ik ben niet zo goed in openingszinnen. Ik vind je foto's gewoon leuk. Ik ben aan het genieten van teringlekkere paprika. Zeg het gewoon. Ik ben aan het genieten van de tering lekker een paprika nu, lol. Are you asking or are you offering? What? But I can offer you too. Zeg dan. Kijk, zo, dit is leuk. Toen ga ik mijn piemel laten zien vandaag. Eindelijk. Ik zit er zo op te wachten. Of moet ik dan? Ik kan ook gewoon eentje googelen. Nou, Leslie heeft gesuperliked, maar die heeft dusdanig weinig tijd. Je hebt een soort best. Kokblok. Hallo. Hoe? Ja, ik ben al 5 jaar uit de game. Ja, dat zie ik. Ik doe mijn best. Ruben. Transportale foto's. Dat vind ik dus ook. 1 foto zo van, weet je. Ik vraag hem. Stop fucking up my game. Hoezo? Jij wil dickpics sturen? En dan zeggen dat dit erg is. Wat is het? Doorlijken. Ja, maar dit is geen gekke vraag. Ja, maar je moet even een vraagteken gebruiken. En... nee, dat zit hier ook in zo'n... Hoezo? Het is gewoon... dit is smiley. Ik ga deze mensen tegenkomen op de UvA en ik ga denken... oh, dit is Bitta van Tinder. Not a big fan. Thank you, dear. I already have one. Yes, me too, but I want to see yours. Nee, je moet niet zeggen dat jij erin hebt, want dan denk je dat je een dik hebt. Ja, ik heb toch net gezegd dat ik een dik pik kan offeren. Ja, maar dan is het gewoon meer zo van dan google ik het wel. Oh, dear. I don't know, Paulijn. Hij noemt je een rendier. Wow. Ik zie al dat jij ook al heel lang niet meer naar school gaat. Oh! Prove it. Ja. Ruben heeft even uitgelegd wat een UX user experience designer. Ah, sorry, user experience designer. Leg het uit, bro. Als je dat echt wil weten, dan moeten we eens een keer op de koffie gaan. Dat, zo'n guy is het. Gewoon zegt, kan je het wel een keer uitleggen? Bijvoorbeeld zaterdagochtend. Voornamelijk belevingen creëren. Oh, voor zeg websites even, en zeg apps. Even dat ik... nee, niet wow. Nee. Waarom niet? Stop van laat me lekker mijn ding doen. Nee. Oh, nee, zeg klinkt leuk. Zeg klinkt leuk. Klinkt tof. Nee. Klink ja, tof. Rustig. Klinkt tof. Moet er nog iets bij? Een punt, een hihi. Nee, dit is nonchalant genoeg. Ja, je bent een punt. Jij zei, yo, interpunctie word je helemaal hitsig van. Inderdaad. Rode paprika, rood, vertel meer. Waarom noem je me een fucking unicorn? Dit is het moment dat ik maar gewoon alles ga afgehaakt. Mag ik hem dan loskoppelen? Hij noemt me een unicorn. Ben ik nu ook maar dan part-time. Nee, ik wil over mijn piemel praten met Fatih. So, dear, you wonder if my dick is bigger. Unicorn to 100 real quick. Oké, ik zal even vertalen voor de mensen. Maar lieve schat, vraag je af hoe groot mijn piemel is. Wat dan? Wil je het in je? Deze dudes zijn gewoon bang bang. Ja. Kijk, ik wil eerst even Fatih. Fatih is aan het wachten. Straks heb ik vanavond nog een hitsige man voor mijn deur staan. Dat lijkt me fantastisch. You wanna get wet? There's the water. Bye. You wanna get wet? Go ahead. I also have a kraan met water. Ik ben er niet zo goed in. Iemand doet Kelvin een voorstel voor seks. En Kelvin zegt, let's go. Twist het over op deze. Deze man denkt, wow. Loni, grote paprika, rood, vertel meer. Enorm. Hou hem van grote paprika. Hoe groter, hoe beter. Nou, sorry, maar dit is allemaal, dit is net een stapje te ver. Nee, maar dit is fantastisch. Ik zit nu op beeld, hè. Deze video die is voor eeuwig in het ja, universum. Ja, oké, okay, dat is... maar... het staat op dat ik met gasten aan het praten ben over grote paprika. Nee, ik praat met hem. Oké, doe maar. Doe je ding. Het liefst fucking groot. Is dat Groningen? Ook vet groot. Net als Enzo. Zie, hij vindt het grappig. Zo heeft hij knolpower erachter. Dan. Yeah! Snap je, jij was even in een dark place, maar nu ben je er weer klaar voor. Zal ik het doen? You can just imagine something thick around your wrist. I want to have dick, I need to see your boobs before. Het is echt even de reclamevideo van Cinemate. Oh fuck. Doe gewoon een linkje plaatsen van de titel van Google. Ja, heel de shit eroverheen. Ja, mooie jurk, AliExpress, je weet het. Ja, echt hè. So relatable, dude. Ik heb net allemaal random shit de kant op gegooid over Enzo's abonnee-aantal en knolpower. En hij zegt, ik wil ja, nieuwe matches, ik ben klaar met deze jongens. Nee, ik ben nu al verveeld. Deze guy wil je titel zien en jij bent verveeld? Je hebt hem toch mijn titel al gestuurd? Ja, maar dan kan het kan nog alle kanten op gaan.
Dit is Tarzan. Ja, leuk. Niet? Is het omdat ik drinkend op de foto sta? Hey, is het omdat ik te hip ben? Hey. Oh, hij is maar 497 kilometer ver weg. Like. Yay. Yay. Oh, zo dorstig. Ik ben gewoon... Straight to the point. Ja, zo ben ik. Liefde kent geen grenzen. Roy, kijk streng. Roy, ziet er wel uit of je een goede baan hebt. Hey. Yes. Men haakt de gesprekken af. Ik vind het jammer, maar je verdient veel beter. Je verdient zo'n mooie man in je leven. En dan zit je met mij. En dan zit je naast mij. Paprika te eten. Dat is toch kut? Ah. Liar, hup, like. Yeah! Nice. Lol. Nou, deze man is gewoon met ons aan het fucken. Onze dikpikman heeft je borsten gezien. Je grote vriend Fatty heeft een dikpik gestuurd. Maar het is ook een Google link, dus misschien... Weet je waar hij op gezocht heeft? Dik kok. Hij heeft niet eens de moeite genomen om een foto uit te kiezen. Stuur terug, which one is it? Ik moet het even recht trekken, oké? Okay? Trek jij maar even iets recht, schat. Kan in alle tijden, in welke fase je van een relatie ook zit, kun je iemand vragen of je van paprika's houdt. Lukt het bij Mo en bij je vriendin wel? Toen had ik gewoon volle gesprekken. Toen zaten mensen gewoon, zeg maar, bang, bang, bang. Hier, huh? De helft stopt. Ik heb paprika's hier. Oké, we gaan even... How to pull guys, step one. Wat denk jij dat hij gaat antwoorden? Want hij gaat zeggen, ja, mijn paprika is niet zo groot. Dat zou een dude nooit zeggen. Ik denk dat hij tegen jou gaat zeggen, mag ik dan jouw persik? Hij studeert aan de VU! Lol. Psychologie! Echt? Hij zit bij je op school. Nee, VU is de andere unie, maar zo. Oké. Fatty, let's meet and you'll find out, dear. Wat ga ik nu uitvinden? Of die van paprika houdt? Ja, precies. Waar heb je het over? Ik heb een vraag van Stefan. Deze man weet het niet. Loni, je weet het gewoon niet. Zeg maar, oké, ik snap dat het leven soms een beetje tegen zit, maar je kan niet. Zo'n fantastisch mooie match met zo'n fantastisch mooie meid als Sophie. En dan zeg je, ja echt hè? Natuurlijk. Deze man, het enige wat ze wil is gewoon neuken. En ik begin over een paprika. Helemaal niet. Ik zet al mijn kaarten in op Fatty. Sir, are you ignoring me? Are you ignoring me? Sorry trouwens, als mensen geen Engels kunnen, dan moet je maar Minecraft video's gaan kijken. Sure, dear, you're white, yours and... Nee! Nee, zo werkt het niet, bro! Ah, hij is echt, volgens mij is hij één poesie, volgens mij is hij echt een 15-jarig meisje. Dan gaan we gewoon full. Nu is het gewoon, het is erop of eronder. We krijgen nu wel even mijn vitamines weer binnen, hè? Dat bedoel ik. Beetje in de water, ik vind het helemaal mooi. Are you giving me order? Yes, in bed. Yes, in bed? Volledig hoe wij aan het seks te zijn met mannen. Ja, nee. Je hebt een goed gesprek gehad met niemand. Hebben we nou leuk of wat? Hij reageert ook fucking laat. Deze man is gewoon op zijn werk. It would be my pleasure, mistress. Yeah. But I think you are fake as fuck. Sorry, XL. Dat was een prank! Yep, Arma was right. Paprika, penis, in een gesprek van zeker 10 minuten weten te stoppen. Het maar... was ook niet de bedoeling om jou echt aan een man te helpen vandaag. Yeah. Zou er een porno-categorie voor paprika's zijn? Door opzoeken. Food porn. Pepper insert. Ja, dat is het. Sophie, ik ga even porno kijken. Zit daar... Wow! Wow! Ik zal even beschrijven wat we net hebben gezien. Het is een beetje alsof dit in een bepaald gat zit. Wat een fantastisch einde van deze video. Sophie, mag ik hartelijk bedanken dat je hierbij was. Ik vond het erg leuk. Wow! Oh, ga je dat echt... nasty! Ja, maar wat... Ze hebben ook niet geschoren en zo. Maar wil je het afspelen? Wow! Ik had nooit durven dromen dat deze video zo zou eindigen. Wow. Oh, nu stopt hij er een blok. Oh, wat in ma... Huh? Nou, mensen, doe je. Abonneer. Op like. Sophie. Doei! Ik weet niet wat ik zag. Oh.